En ja, natuurlijk Fischer hier weer en samen hier met John. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Nou, John, Swarm, we hebben net gespeeld, we zijn het eruit geknald. Was een leuke map, tot nu toe, wat we gezien hadden. Swarm, je hebt er een leuk specialtje in, zeg maar, dat als je een, een Care Package krijgt, dan kun je een Swarm uitkrijgen. Een soort Swarm, een Nano Swarm. Ja. Vandaar de map Swarm natuurlijk. Maar we hebben gespeeld. Het is, het is een heel kleine map, hè. Heel, ja, ik weet heel niet, je kan er helemaal omheen. Compact, ronde, tenminste een vierkante map. Zo. Goedemorgen. En ja, ik tot nu toe vond ik hem in ieder geval heel erg leuk. Jullie hebben natuurlijk gisteren die andere twee maps gezien. We hadden al even gepraat over die shotgun, hoe dat in elkaar zat. Nou, die shotgun kun je inderdaad alleen krijgen dus uit een... care package, tenminste niet uit de care package, maar uit een zo'n supply drop. Juist. Kun je hier boven? Wat is dat dan weer voor wapen? Een RW1. Ik zat even met eentje in een gevecht in de lucht. Verloor hem maar uit alleen. Joost. Ik wist dat jij bij de dood was. Wat de fuck is dit voor weer gasten? Als ja, weer van die kutje. Ik snap niet waarom je gewone wapens speel. Ligt er bij ons ook weer eentje hiernaast een auto te wachten. Daar ben je toch meest zielig in Rift. Splitscreeners. Ja. Ja. Nou. Helemaal kut. Het boeit eigenlijk niet hoe ik ga, natuurlijk. Maar het gaat erom dat het gewoon leuk is even om te zien natuurlijk. Ja. Altijd die DLC. Ja, tuurlijk. What the fuck, man. Oh. Kut! Ik dacht al, er zal daar ook wel een gangetje zitten. En waar ze dan doorheen komen. En jou hoor, daar zit zo'n gangetje. Prrr. Ja. Zo, dit is wel een lekker trouwens. Het is toch de granaat. Wij staan. Ja, sorry. Ga je gang. Headless spotje. Jezus mensen, ja, er zat een headless spot, jongen. Ja, ik zie niet. Ik zie wat jij niet ziet. Oh my god. Oei, oei, ik vind het moeilijk. Deze map bestaat zoveel lagen. En het is wel een hele leuke map op een of andere manier, vind ik. Maar... ja, klopt. Het is best wel een leuke... Hij is apart, laten we het daarop. Ja. Hij is not so bad. Not so bad at all. No. Eentje erboven is een beetje beschadigd. Oeh. Oh my god, zitten ze achter mij aan gewoon. Stel je teringleiers. Gaat ze headglitsen daar? Laat hem lekker headglitsen. Zou ik zeggen. Soms moet je gewoon weten wanneer je niet een duel moet aangaan. Dan ga je gewoon lekker weg en zeg je mazzel. Jij wil daar headglitsen? Jij gaat daar headglitsen. Succes. Zo, mazzel. Zo werkt dat, jongens. Zo werkt dat niet, Chris. Nee, zo werkt dat niet. Godverdomme. Even kijken. 8 om 7. We staan gelijk, John. Okay. 8 om 8. Ben je het kwijt, hè? Dat vind ik altijd in deze game. Je bent aan het kijken naar iets. Ga dan dood! Nou, dat redt... Oeh. Je mag wel dood gaan, jongens. Daar hebben ze geen zin in vandaag. Nou, nah, what the fuck. En ik krijg weer 3 man op me. Ik lijk wel of ik 80.000 kogels moet schieten op die gasten. Om ze een beetje damage te geven. Je kan hier ook nog in, hè? Jezus.
Ik heb een care package. Waar dan? Daar. Nou, pak die swarm eruit, jongen. Ja, dat is hem. Ja hoor. Oeps. Oh, ja. En ik sta midden in het veld stil. Lekker slim, John. Oh, je moet hem zelf besturen? Ja. Oké. Okay. Nou, dat vind ik het toch wel minder. Het ziet er wel een partij. Ja, het ziet er wel gaaf uit. Ja? Ja. Heel apart. Ja. Ik raakte voorlopig nog geen ene jota mee, dus... Nou, nu wel. Oeh, je werd gered. Ja, dat kan ik niet halen. Ja, je hebt zoveel damage. Zo'n groot probleem. Even kijken. Ja. Het is een hele part. Point blank. Even kijken waar we naartoe moeten. Oh my fucking god! Een streefkill. Fuck. Healen. Raar is, we staan voor. Pas op, Chris. Er komt een bommetje aan. Maar ik heb niet het idee dat we voor staan. Staan we voor? Oké. Okay. We staan voor. Oké. Okay. Ik wil gewoon kijken. Kut! Ja, ik wou hem daar op wachten. 1 kill van mijn UAV. Dat is wel kutje hoor. Ja. Zo, die springen hoog. Nou, loog dood. Op! Wegwezen! Hoehoe! Zo. Oké, ben weg. Joh. Ah, zo'n blast shotgun. Je hoort ook niet, hè. Als je kon sound horen in deze game, jongen. Echt. Gelukkig dat je in Black Ops 3 als goed wel kan sound horen. Ik moet dat... Bij mij is... Bij MW3 kan het ook, toch? Of niet? MW3 kun je heel erg sound horen. Ja, maar je moet wel sitrep dan gebruiken, snap je? Oké. Ik was er. Ik heb natuurlijk de nieuwe headset, maar ik heb geen idee hoe dat in moet staan allemaal. What the fuck, man. Hey, joh. Nee. We lost the lead, jongens. We moeten winnen. Maar ik vind het wel een leuke map, hoor. Dus ik wou helemaal niks. Nou, ik ga altijd wel van... Ja, snap ik. Ik wil altijd wel voor een overwinningje gaan. Blunderbus. Iedereen heeft nou die shotgun. En wij moeten weer uit de care packers krijgen, ja. Ja. Ik hou er niet van. Je moet eerlijkheid hebben in een spel. Ja. Geldklopperij, hè? Nou ja, goed klopperij. Ja, geldklopperij is een gerukt woord, maar... Ik snap wat je bedoelt, ja. Je moet tegenwoordig maar je overal voor betalen. Jezus, mensen. Brrr. We gaan verliezen ook nog, jongens. Scheiße! Vandaag nog wel. Ja, dat is scheiße. Oh, what the fuck. Naambordje, alsjeblieft. Ik ga met een pistooltje rondlopen. Nou, dat doe ik ook nooit meer. Ai. Ben ik nog Final Dead ook nog, jongens. Wat hebben we? Dat is niet zo'n goed potje, dit. 18-19. Lekker. Nou, wel wat gebeurt in ieder geval. Dus het speelt natuurlijk ook wel van 3 man. Dat is ook vervelend natuurlijk, maar... 8 minuutjes gespeeld. Ik hoop toch dat jullie het leuk vonden om even dit te zien. Het is natuurlijk gewoon een rennen potje natuurlijk, want ik upload gewoon natuurlijk gewoon dit gewoon even voor de, ja, hoe een map eruit ziet en zo. We hebben geen map pack shit, hè? Nee, we hebben geen drops, nee. Oké, nou, we moeten nog één spelen, dat is Overload. Nee, dat is, hebben we Overload al gedaan? Ja, en Quarantine, hè? Ja, dus we moeten random kiezen. Jongens, ik ga jullie zien. Tot de volgende keer en bye bye. Bye.